Alright, kick back, relax, and let's hit it again. While you go tell your mother, father, cousin, the kid, and your other friends that don't even have a clue what this Tutu crew is about to do. You know it ain't fool's gold, this is kryptonite. Super MCs freeze when I hit the mic, right? EFF is the AKA. I keep it popping like bubble WRAP. And if you don't know by now, then listen up, stupid. CSWS came to do it. Got more flavor than you and your crew, kid. So get your hands together if you're ready to lose it. And bounce to the bounce of the breakneck beat. And like junior seniors, it's to move your feet. You bring the buckets, I bring the refreshments, and stay fresh to death like I'm choking on a breath mint. I feel I can fly. I'm on 6, 7, 8 cloud. Hallo allemaal en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog. Hierop is Ultrax, de enige rechter. Het is vrijdag. Ik heb deze week niet veel gevlogd. Ik heb deze week, om precies te zijn, maar 2 vlogs opgenomen. En dat is op maandag en op vrijdag. En ik had geen inspiratie, geen zin en ook geen inspiratie. En ik had zoiets van, joh, ik kan wel een vlog gaan maken. Maar ja, als ik niks weet en ik weet niks te vertellen en ik heb niks te melden, dan waarom zou ik dan een vlog maken? Dus bij deze heb ik even lekker 4 dagen even lekker uitgerust. Niks opgenomen. Daarom zijn de vlogs dus inmiddels al wat gekrompen. Als het goed is, zien jullie deze vlog op een dinsdag. Nou, voor mij is het vrijdag en het is weekend. Eindelijk. De eerste week werken, hoe is het gegaan? Nou, het ging wel weer goed. Ik zit alweer aardig in tempo. En ik zei al, joh, als je eenmaal maar weer bezig bent, dan gaat het wel weer. Dan gaat het allemaal wel weer goed. Nou, deze week een hoop dingen in de media. Het vreselijke ongeluk met de bouldercar in, waar was het ook alweer? In Os was het, juist in Os. Het vreselijke ongeluk in Os met de bouldercar. Bouldercar van een kinderdagverblijf met kinderen erin. Is tegen een trein aangebotst. Heel veel kinderen dood. 10, 11, 9 waren er. 7, 6, 5. Ik weet niet meer precies hoeveel de leeftijden waren. Voor hele jonge kinderen. Verschrikkelijk. Echt een verschrikkelijk drama in Os. En mijn medeleven naar alle ouders die. Ja, je verwacht dat je je kind wegbrengt en dan gewoon je kind ophaalt en dan 's avonds gewoon weer thuis bent met z'n allen, samen gaan eten. En dan gebeurt er ineens dit en dan is ineens het hele gezin uit elkaar gevallen. Verschrikkelijk. Ik heb het echt vreselijk te doen. Ik zag alweer de meest gruwelijke, gore opmerkingen op sommige video's. Of op. Nee, het was niet op video's, het was op Twitter. Was het. Ik zag alweer een paar vieze, gore reacties op Twitter. Van mensen die niet met de trein konden en dan gingen lopen schelden. En. Gingen. De meest gruwelijke dingen van. Van die, ja, dat die kinderen dat het hun niks interesseerde en dat ze dan het komen eigenlijk op, met andere woorden komt het erop neer dat ze hun eigen treinrit belangrijker vinden dan een mensenleven. Nou echt, ik heb er niet op gereageerd. Normaal reageer ik er altijd op, maar dan wordt mijn Twitter account ook zo negatief van en het heeft ook geen nut, want het zijn gewoon mensen met het, met het verstand van een. Mensen met een verstand van een. Wat zou ik zeggen? Een pinda. Ja, een pinda eigenlijk. Ja. Gewoon een pinda-verstand heb je dan. Echt ongelooflijk dat mensen zo egoïstisch, zelfzuchtig, gewoon dom. Gewoon denken dat alleen de hele wereld om jou draait en niet om een ander. Echt schandalig. Nou, vandaag ook het nieuws dat Sjoukje Hoijmaier is overleden. Jullie kennen er allemaal van televisie. In ieder geval de oudere mensen onder ons kennen
Sjoukje hoor, Meijer van de televisie. Zij was natuurlijk Lidie van de Ploeg in de populaire tv-serie Zeggers A. Ja, Zeggers A is mijn jeugdherinnering. Ja, ik keek eigenlijk Zeggers A al toen woonde ik nog in Rotterdam. Toen was ik nog, nou ik denk dat ik 10 of zo was. Ja, tot aan 1993. Nou, in 1993 was ik iets van 18, 19 was ik. Toen stopte de serie. Ja, verschrikkelijk nieuws. Ook verschrikkelijk nieuws. Ja, het is ik heb eigenlijk weer gelijk allemaal oude stukjes zitten kijken. En ik ga dadelijk nog even televisiefragmenten kijken van de tv-serie van vroeger. Dus mijn jeugdsentiment is dat. En ja, dat doet me altijd wel iets als ik dan weer zulk nieuws hoor. Want ja, het is een stukje van mijn jeugd. Zeg eens, A is mijn jeugd. We bleven er altijd voor thuis. Het was altijd op zaterdagavond was het. Of op vrijdag, ik weet niet meer. Nee, voor mij op zaterdag was het altijd. En ja, op zaterdag gingen wij gewoon niet de deur uit. Want wij wouden Zeg eens A kijken. Zeg eens A kon gewoon niet gemist worden. Dat moesten wij gewoon zien. En nou, ik vond het altijd echt een geweldige serie. Een van de beste series. Dan die goedkope troep die ze tegenwoordig op televisie allemaal verspreiden. Ja, ik ben echt iemand van Zeg eens A. Van Medisch Centrum West. Dat zijn mijn series. Daar ben ik mee opgegroeid. En ja, als je tegenwoordig kijkt wat er allemaal op de televisie is. Nou, geef mij maar gewoon de oude tv-programma's van vroeger. Dat is gewoon, het is gewoon mijn jeugd. Mijn herinneringen aan mijn kindertijd. En ja. Dus dan, als je dan weer zoiets hoort, dan denk je weer terug aan vroeger. En dan denk je van, goh, het is de tijd eigenlijk hard gegaan. Ik zag ook nog een oude foto van Koos Dobbelsteen. John Leddy. Jeetje, ja, ik zag een foto van hoe die er nou uitziet. Jee, wat is die oud geworden? Ja, natuurlijk. De serie stopte in 93. Nou, het is inmiddels 2018. Dus kun je nagaan hoe lang het geleden is. Ja, en iedereen wordt ouder. Ik word ook ouder. En hun worden ook ouder. En ja, Sjoukje Hoornmeijer was niet alleen van Zeggers A, ook theater heb ze gedaan. En ja, ik, het is gewoon mijn jeugd, is het gewoon. En als je dan weer hoort dat er weer wat is, dan denk je toch weer terug aan die goede tijd dat we altijd thuis met het hele gezin voor de televisie zaten om Zeggers A te kijken. En ja, dat was al weg natuurlijk. Maar ja, als je dan daar wat hoort, dan denk je toch wel weer een klein beetje terug aan mijn tijd. Ik ben ook nog van de tijd van de E-team en Nightwider trouwens. Dat wou ik ook nog even vertellen. Ik heb van de Nightwider heb ik de complete DVD-serie van Nightwider. Echt geweldig. Jij hebt natuurlijk ook daarna nog een Nightwider-series gehad. Team Nightwider en Night Hupplepup. Nou, dat vond ik gewoon helemaal niks. Gewoon de originele jaren 80-serie met David Hasselhoff en, ja, en Kit. Dat is gewoon mijn jeugd. En dan de E-team, hè? Altijd de E-team, altijd op televisie. En dan als je dan maandag weer terug op, als je dan maandags weer op school kwam, het allemaal naspelen, hè, wat er allemaal in die serie of in die aflevering allemaal gebeurd is. Dus dat, ja, dat is mijn tijd. En ik word ook ouder en de tijd van vroeger komt niet meer terug. En ik vind dat echt wel heel erg jammer. Dat was hetzelfde als vroeger dat wij altijd. Vroeger had je altijd. Ja, voor de oudere mensen, jongere mensen weten helemaal niet wat het, waar ik het over heb. Die denken van, hè, waar heb je het over? Ja, en dan heb ik het niet over een houten achtbaan. Maar
Dan had je, vroeger had je altijd kluchten op televisie. Dat was ook altijd op vrijdagavond of zaterdagavond. Nee, vrijdagavond was het altijd. Vrijdagavond had je altijd kluchten. Dan had je John Lanting, Piet Bamberger, René van Voren. Nou, dat is ook mijn jeugd. Toen was ik nog wel heel erg jong, was ik toen nog. Maar dat is ook mijn jeugd. En ja, dat ik kan het gelukkig tegenwoordig met YouTube is dat echt makkelijk. Dan kan je gewoon die series kan je gewoon terugkijken. En als ik dan terugkijk, vind ik altijd heel leuk om te doen. Omdat dan ook wel weer een klein beetje de, ja, dat ik weer een beetje het gevoel heb van vroeger. Dat ik nog klein was en dan ging de chips op tafel, plakjes kaas, plakjes worst en gingen we lekker televisie kijken. Dan bleven we ook echt de avond thuis. Gingen we niet de deur uit, gingen we alle afspraken verzetten, want we wouden televisie kijken en we wouden die serie zien. En dan bleven we ook lekker thuis en dat was altijd heel gezellig, heel leuk. En ja, mijn vader leefde nog, mijn zus die was nog... Ja, ik woon nog samen met mijn zus natuurlijk. Mijn zus is natuurlijk nu getrouwd. Ze woont op haar eigen, ver weg. En ja, ik mis die tijd best wel. Maar goed, ja, oude tijden komen nooit meer terug. Dat is heel jammer. Ja, Queen, Freddie Mercury had ook een keertje de gigantische... Ja, ik vind het echt een briljante tekst van... You can't... Turn back the clock, you can't turn back time, isn't a shame. You can't turn back the clock, you can't turn back the time, ain't that a shame? Ja, van Those Are the Days of Our Lives was dat nummer. Echt een geweldige tekst. Een fantastische zanger trouwens, Freddie Mercury, ook overleden natuurlijk. Maar ja, als je niet van Queen houdt, kan ik begrijpen. Maar ja, als je niet van Queen houdt, ja, aan de ene kant begrijp ik het, maar aan de andere kant ben je dan gewoon een cultuurbarbaar. Want Queen is gewoon historie, Queen is gewoon... Echt, ja, super muziek, super popmuziek. En Queen is echt gewoon gigantisch. Nou, vandaar even deze vlog eventjes. Ja, even wat terug in de tijd. Dat lijkt me ook wel weer eens een keer leuk. Ik heb nog een hele leuke grap gezien net op YouTube. Misschien ga ik daar ook wel een serie over maken. Moeten jullie maar kijken. Ja, dat jullie het leuk vinden. Ik ga binnenkort even een pijletje opnemen. Leek me wel ontzettend leuk. En ja, ik ga hem neerleggen. Zondag ga ik naar Feyenoord tegen FC Utrecht met Ramonski. Bizarre tijd weer hoor. 11:15. Jeetje jongens. Doe het nou gewoon alles om 14:30. Ja, ik weet het. Het heb allemaal met tv-rechten, uitzendingen. Geld, sponsoring, ik weet dat het er allemaal mee te maken heeft, maar 11:15 jongens, wat een tijd. Nou ja, we doen het er helaas maar mee, we kunnen het helaas niet veranderen. Maar ik vind het echt, ja, ik vind het echt niet normaal wat een achterlijke tijd het is. Het is trouwens wel lekker vroeg, dat komt misschien wel goed uit, want dan ben ik in ieder geval weer op tijd voor... Ben ik in ieder geval weer op tijd thuis, want om 16:45, als ik het goed zeg, 16:45, is de topper dit weekend. En dat is PSV tegen Ajax. En die wedstrijd wil ik echt wel zien. Dus, het zijn niet mijn twee clubs, maar als ze tegen elkaar spelen, ja, dat is gewoon echt een topper. En die wedstrijd wil ik echt zondag zien. Nou, ik ga weer even verder editen. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken, want ik ben weer druk bezig nog aan het editen hier aan deze kant. Maar ik ga het neerleggen. Jongens, bedankt allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, vonden jullie deze video leuk? Doe even een duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's Ultrex. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden. En doe eventjes de notificaties even aanvinken. Dan word je altijd op de hoogte gehouden. Als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen, de groeten van deze kant. En ik spreek jullie allemaal weer bij een nieuwe vlog.
hier op mijn kanaal. De groetjes allemaal en ik zou zeggen bye.